voorzitter. En ik sluit mij aan bij de warme woorden die de collega's al aan de collega's van de politie hebben gericht. Ook weer een aantal van hen aanwezig vandaag op de publieke tribune. En aan de kritische noten die mevrouw Helder en de heer Van Nispen hebben gewijd aan het onderwerp tapkamers. Daar kwam ik in mijn tekst niet meer naartoe, maar ik ging daar één. Ik hoopte al dat ik bij u kon aansluiten. Vandaag begin ik met de vraag die eigenlijk aan alle uitdagingen van de politie raakt. En dat is: hoe krijgen we de teams weer op sterkte? En ik heb hier al vaker een betoog gehouden over een flexibeler personeelsbeleid en dat blijf ik doen. Want ik hoor nog steeds verhalen van competente mensen die de organisatie zouden kunnen versterken, maar tegen een muur oplopen. Als je niet alle boxjes afvinkt, dan kom je niet verder. En dat gaat niet alleen om politievrijwilligers die al jaren meedraaien en inmiddels in de praktijk misschien wel de meest senior van hun team zijn. Het gaat ook om mensen die net niet de juiste certificaten hebben en worden teruggestuurd naar de basisopleiding. En dat zijn allemaal agenten die graag een stap zouden willen zetten binnen de organisatie, maar bijvoorbeeld niet kunnen doorstromen omdat ze een mbo-opleiding hebben in plaats van een hbo-opleiding. Rechercheurs die zaak na zaak oplossen, maar niet door kunnen groeien omdat ze een diploma missen. Nu weet ik dat er binnen de politie ook veel werk wordt verzet om die nodige flexibilisering waar te maken. En ik wil daar ook mijn complimenten voor uitspreken. Maar toch komen dit soort verhalen nog te vaak voor. En de gemene deler in die verhalen is dat chefs op verschillende niveaus wel staan te springen om iemand in dienst te nemen die zich bewezen heeft. Maar dat die mensen vaak al aan de voorkant uit het proces worden geweerd, omdat ze niet kunnen solliciteren op een bepaalde functie. En daarom mijn vraag aan de minister. Is zij bereid om leidinggevenden hier meer zeggenschap in te geven? En om ze de mogelijkheid te bieden om iemand aan te dragen voor een selectieproces? Ook als diegene niet aan de voorkant aan alle vereisten voldoet. Dan, voorzitter. Twee interrupties voor u. Ja. Ik begin bij de heer Van Nispen. Dank u wel. Ik ben echt benieuwd naar hoe die flexibilisering er dan precies uitkomt. Want ik wil daar best nog wel voor een stuk in meedenken. Ik denk dat het inderdaad klopt dat chefs soms bepaalde mensen erg geschikt vinden, maar dat ze net niet aan de eisen voldoen. Dus ik kan het signaal nog wel herkennen. Maar mevrouw Van der Werf heeft het over net niet alle vinkjes gehaald. Net dat ene certificaat niet. Nou ja, geen hbo, maar wel mbo. Hoe voorkom je nou in het voorstel van mevrouw Van der Werf dat dit toch ten koste gaat van de kwaliteit en de opleiding van de politie? Welke waarborgen zitten er dan in haar plannen en haar voorstellen? Mevrouw Van der Werf. Ja, dat is een hele terechte vraag. Ik zou allereerst willen zeggen dat het aanvankelijke opleidingsniveau vaak in de loop van de tijd niet meer zoveel zegt over iemands competenties. In sommige gevallen wel, maar in sommige gevallen, zeker als mensen al heel veel jaren bij de politie werken, zie je dat mensen ook gewoon ontzettend veel bijleren. Ik zou niet willen tornen aan de functie-eisen. Wat ik zou willen doen is dat je kijkt naar de manier waarop je die eisen toetst. Want nu doe je dat eigenlijk alleen maar op het moment dat mensen de organisatie binnenkomen, maar wordt er tussentijds eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. Ik zou het zonde vinden als we dus alleen maar naar de vooropleiding van mensen kijken, maar niet meer op het moment dat iemand heel erg geschikt lijkt een nieuwe, bijvoorbeeld cognitieve toets doen, waaruit blijkt dat iemand inmiddels een bepaald niveau wel haalt. En dat zou kunnen waarborgen dat je dus ook helemaal niets afdoet aan de kwaliteit van iemand. Meneer Van Nispen, daar moet u het bij laten. Helaas, wat betreft uw aantal vragen. Maar meneer Knops heeft ook nog vragen op dit punt. Ja, voorzitter, ik vraag me eigenlijk af wat het probleem is. Het is misschien dat mevrouw Van der Werf mij kan helpen wat het probleem is. Want volgens mij werkt het zo dat op het moment dat iemand solliciteert, dat hetzelfde voorkomt dat iedereen aan alle gestelde eisen wil doen. En dat er een afweging wordt gemaakt. Er wordt iemand wel of niet aangenomen. En dan wordt er echt niet gekeken of je 20 jaar geleden wel of geen diploma hebt gehaald. Dan gaat het ook over wat je in al die jaren ertussen hebt gedaan. Ik wil even weten, gaat het nu over die functie-eisen waar mevrouw Van der Werf het over heeft? Want schieten bijvoorbeeld, schietopleiding, dat lijkt me wel belangrijk dat je die gehaald hebt. Dat je niet een beetje denkt van ja, daar heb ik geen vinkje voor, ik krijg toch een bepaalde functie. Of gaat het alleen maar over die eerste opleiding voordat men bij de politie binnenkwam en dat een leidinggevende meer zou moeten kunnen afwijken daarvan? Wat? Mevrouw Van der Werf. Nou, voorzitter, volgens mij zijn er twee problemen. Het eerste is dat er op dit moment vooral heel breed wordt gekeken naar de HR-afdeling, zoals ik het maar even noem, naar het IDU, van wat er binnenkomt op een vacature die online staat. En dat het eigenlijk lastig blijkt om te zeggen, nou, er is hier iemand op de werkvloer die het eigenlijk ontzettend goed doet. We weten eigenlijk al van tevoren dat we diegene zouden willen hebben, maar dat gaat op dit moment niet lukken. En daar had ik net een reactie op de heer Van Nispen ook over. Je zou dus kunnen kijken, hoe
kan je mensen toetsen en op die manier wel aan een vacature verbinden. Het andere probleem is dat de doorstroom of de uitstroom, moet ik eigenlijk zeggen, bij de politie op dit moment heel erg groot is. Ik heb even opgezocht hoe dat vorig jaar zat. Er zijn 1156 mensen bij de organisatie uitgestroomd. En dat is een behoorlijk cijfer. En dan heb ik het dus niet over mensen die gepensioneerd zijn. En je zult dus moeten kijken hoe je ook mensen binnen de organisatie tevreden houdt. Dat mensen die eigenlijk toe hebben gewerkt naar een bepaald niveau, maar dat niet meer kunnen halen, alleen maar omdat de vooropleiding daar niet mee strookt. Dat zou ik ontzettend zonde vinden. En ik denk dat daar zeker nog verbetering mogelijk is. Meneer Knops. Nou, voorzitter. Volgens mij moeten we niet de functie-eisen verlagen, maar moet wel elders verworven competenties die in de loop der jaren zijn opgedaan in de organisatie, die kunnen gewoon worden meegenomen als iemand solliciteert. Dat kan nu ook al. Dan kan een leidinggevende gewoon zeggen, dit vinden wij zo belangrijk dat iemand in aanmerking komt voor die functie. Dus misschien moet ik de vraag aan de minister stellen, van hoe groot is dit probleem nu? En is dit ook het probleem, of de oplossing voor het probleem wat u schetst van die verhoogde uitstroom? Want die relatie zie ik niet helemaal, eerlijk gezegd. Mevrouw van der Werf. Voorzitter, als de heer Knops goed had geluisterd naar mijn reactie op de heer Van Nispen, ik heb heel duidelijk gezegd, ik zou niet willen tornen aan die functie-eisen. Ik zou ze wel opnieuw willen kunnen toetsen. En daar zit zeker een probleem. En het belangrijkste voorbeeld dat ik regelmatig heb gehoord is het de benodigdheid van een hbo-diploma. Terwijl er ook gewoon een hele hoop politieagenten rondlopen met een mbo-diploma, die allang in de praktijk hun diensten hebben bewezen. En ik denk dat je die groep mensen ernstig tekort doet als je ze niet de mogelijkheid geeft om opnieuw te toetsen en te kijken waar zij zich op dat moment bevinden. En ik denk ook dat je dan een hele grote groep mensen langer behoudt voor de organisatie en hen ook recht doet aan hetgeen wat zij inmiddels kunnen. Mevrouw Michon. Ja, voorzitter, ik vind het terecht hè, dat mevrouw Van der Werf zegt, we moeten alles doen om de uitstroom te verminderen en om die politie een aantrekkelijke werkgever te maken. Dus alles wat daar aan bijdraagt, zal ik in beginsel steunen. Maar het voorstel van mevrouw Van der Werf vind ik hier en daar wat moeilijk te volgen. Mijn twee buurmannen hebben daar ook vragen over gesteld. En ik denk ook nu juist, het voordeel van die politie is dat het zo'n grote organisatie is dat je ook allerlei verschillende kanten op kan, hè, met je expertise. Dus je kan niet eens verticaal groeien, maar je kan ook horizontaal groeien. En ze hebben een eigen politieacademie waar je natuurlijk allerlei opleidingen tussentijds kan doen om je klaar te stomen voor die plek die je zou willen hebben. In mijn eigen bijdrage, en dan kom ik tot mijn vraag, voorzitter, noemde ik die ROC-route, die verlengde leerlijn, waarop je ook mensen van buiten toch in die politiekorps trekt. Hoe denkt mevrouw Van der Werf hierover? Zou dat ook kunnen helpen om die instroom te vergroten? Zeker, voorzitter. Dat lijkt mij ook een aanvullend voorstel erop, wat je zeker niet moet laten. Ja, daar laten we het bij, mevrouw Michon. Mijn tweede vraag zou dan zijn, heeft u wat specifiekere informatie waar dan die doorstroom of die uitstroom in zit en waar dan die politieacademie eigenlijk tekort schiet? Want in mijn perceptie van dat korps ga je juist via de politieacademie, zorg je ervoor dat je agenten klaarstoomt, zeg, voor een volgende stap. Dus die hebben juist zo'n uniek gegeven dat ze dat binnen die eigen academie kunnen doen. En waar zit het wat mevrouw Van der Werf betreft, dan daarin niet goed? Mevrouw Van der Werf. Volgens mij zijn er twee problemen. Dat is dat het ontzettend lang duurt. Dat er eigenlijk heel erg veel tijd over gaat voor het voor elkaar krijgen dat mensen naar een plek kunnen binnen de organisatie waar ze op dat moment eigenlijk al prima zouden kunnen functioneren. En volgens mij is het andere probleem dat we dus onvoldoende ingericht zijn op het toetsen van mensen. Dat eigenlijk heel erg aan het begin gebeurt als iemand binnenkomt binnen de organisatie. Terwijl heel veel mensen eigenlijk heel lang bij de politie zouden willen werken. Maar dat het daarna eigenlijk een ding lijkt waar we nog niet erg mee bezig zijn om te kijken, hoe zou iemand het op dit moment op deze functie kunnen doen? En laten we niet alleen maar kijken naar het papiertje dat die meebrengt, maar ook naar de capaciteiten die bij uitstek chefs en leidinggevenden zien. En die je eigenlijk op dit moment die je mist. Mevrouw Mutluur heeft hier ook nog een vraag over. Ja, dank u wel, voorzitter. Toen ik zag dat deze 60-collega een plan had, toen had ik wel hoge verwachtingen. En toen ik het voorstel las en zag,
omtrent flexibilisering. Toen rees bij mij de vraag op, en die vraag wil ik ook aan mijn collega richten. Er is toch al een mogelijkheid voor erkenningen van verworven competenties op dit moment. Dus hoe past dat in uw plan? En zouden wij eigenlijk niet meer moeten gaan kijken naar wat ik net noemde, veel efficiënter inzetten van politie. Dus niet alleen in de auto's nooddiensten draaien, maar daadwerkelijk in die wijken. Dan wel dat je echt naar die opleidingen kijkt, zoals ook dat rapport dat aangeeft. Oftewel die zij-instromen, dat je daarmee veel meer aan die capaciteitsbehoeften kan voldoen. Dus ik hoop dat u daar nog even op wil reflecteren. Mevrouw van der Werf. Ja, graag. Ik denk dat er op dit moment drie groepen zijn binnen de organisatie die een zetje zou kunnen geven, waarmee je de capaciteit ook kan vergroten. En dat gaat niet alleen om doorstromers, want daar focussen deze vragen van de collega's vooral op. Het gaat ook om politievrijwilligers, die natuurlijk ook op een bepaald niveau zijn ingestroomd, waarvoor wie het in de praktijk nog steeds heel erg lastig blijkt om een functie te krijgen waar ze eigenlijk al wel aan toe zijn. En het gaat ook over het punt waar u net over begint, en dat zijn die zij-instromers. En wij kennen natuurlijk de voorbeelden van de zedenrecherche, waar ook roep is om bijvoorbeeld psychologen, maar waar het pakket aan functieprofielen ook danig is ingekrimpt. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar alle creativiteit en flexibiliteit binnen de organisatie om dit makkelijker te maken. En u noemde daar net ook een voorstel voor. En ja, voorzitter, ik heb geen enkele reden om daarvan te zeggen dat geen goed idee zou zijn. Nee, maar volgens mij, voorzitter, willen wij gewoon hetzelfde. En moeten wij gaan kijken met welke plannen en suggesties wij ook richting de minister kunnen komen om uiteindelijk die enorme tekorten aan capaciteit met elkaar weg te kunnen nemen. Dus ik zal die vraag straks met uw permissie ook aan de minister stellen. Ja hoor, die permissie heeft u. Nou ja, als u bij deze heeft u hem dan gesteld. Meer gelegenheid krijgt u daar niet voor. Mevrouw van der Werf gaat verder met haar betoog. Daar heeft ze nog een kleine 2 minuten voor. Nou, voorzitter, ja, ik geloof dus in meer ruimte voor leidinggevenden. En met die ruimte denk ik tegelijkertijd ook dat we hen meer verantwoordelijkheid kunnen geven. En de commissie Snijders die adviseert specifiek voor de landelijke eenheid om leidinggevenden ook te beoordelen op hun bijdrage aan de veiligheid op de werkvloer. En dit ook in de functieprofielen mee te nemen. En toen dacht ik, mede na het zien van de documentaire De Blauwe Familie, waarom zou je dat eigenlijk niet breder doen dan de landelijke eenheid? Want die aanbeveling zou je in de hele politieorganisatie kunnen oppakken. En ik was eigenlijk benieuwd naar een reflectie op dat punt van de minister. En dan, voorzitter, wou ik het ook over de politiefunctie hebben. Want we moeten de politie op sterkte brengen. En dat blijft ook dat we kritisch moeten blijven nadenken over wat we van de politie kunnen vragen. In 2018 diende voormalig D66-Kamerlid Den Boer een motie in die vraagt om een visie op die politiefunctie. En daar werd ook de private beveiliging en de BOA's nog een keer genoemd. In 2020 zette de vorige minister die vraag uit bij de WRR. Die kwam in 2021 met een working paper. En in 2022 ontvingen we een brief van deze minister waarin ze aankondigde om eind 2023 met een visie te komen. En ik snap dat een gedegen visie tijd kost, maar inmiddels duurt dit al 5 jaar. En zeker gegeven het belang van deze visie voor het functioneren van de politie, zou ik daar graag toch wat meer haast mee maken en een reactie krijgen van de minister. Tot slot, de aanpak van seksueel geweld blijft natuurlijk een zorgpunt. Ik heb daar al vaak vragen over gesteld. En het is fijn dat nu dat wetsvoorstel seksuele misdrijven naar de Kamer is. Maar daarmee worden die capaciteitsvraagstukken natuurlijk ook dringender. Dat hoorden we al in de technische briefing een paar weken geleden. En ik was benieuwd, hoe gaat het nu met het aantrekken van versterking van buitenaf? Wordt bijvoorbeeld die succesformule die de eenheid Midden-Nederland een half jaar geleden liet zien al breder opgepakt? En is er landelijk een afname te zien van het aantal plankzaken? Dank u wel, voorzitter.